heel bijzonder is dat wij op een kruispunt liggen. Wij denken in dit gebied Noord-Zuid, Zuid-Noord. Dat komt door de A2, dat komt door de loop van de Maas. Dat is historisch bepaald. Maar de grote kracht van dit gebied ligt Oost-West. Als je denkt vanuit de twee grote wereldhavens, Antwerpen en Rotterdam. En je ziet daarachter een hele grote regionale economie in Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen. Die in zijn regionaal product groter is dan het totale binnenlands product van Nederland. Dan ligt daar een enorme kans. En midden in die lijnen ligt Weert. Ja, dan heb je het in principe ook over infrastructuur, ligging. Wat maakt het daar zo bijzonder? Het feit van het land van Weert en Kranendonk, zeg maar de hele regio, is dat alle vier de modaliteiten sterk vertegenwoordigd zijn, maar nog sterker vertegenwoordigd kunnen gaan worden. En dat is de grote uitdaging. De A2 ligt er, dat is duidelijk. De Zuid-Willemsvaart ligt er, maar er is een blokkade, de stop bij Lozen. En dan hebben we een open waterverbinding als die opgegeven wordt naar Antwerpen. Ontzettend belangrijk. Rotterdam, water, Maas hebben we. 7 vliegvelden binnen een uur vanuit dat gebied, land van Weert en Kranendonk. En de IJzeren Rijn, het spoor, is ook een vierde belangrijke modaliteit. En al die vier moet je openzetten voor dit gebied. Daar moet je waarde aan toevoegen. De trein moet hier bijvoorbeeld stoppen, waardoor goederen verpakt, omgepakt kunnen worden, opgeslagen kunnen worden. Daardoor ontstaat waarde in dit gebied. En dat is ook weer belangrijk voor bedrijven die zich daaromheen kunnen gaan organiseren. En we zien in heel Europa, in de hele wereld, dat economische groei zich altijd concentreert rondom infrastructurele knooppunten. Daarom vinden wij de A280 ook zo belangrijk. Er moet een Oost-West-verbinding komen die Duitsland verbindt met België door Midden-Limburg. De A280 is een ontzettend belangrijke verbindingsschakel met de randweg Noord rondom Roermond. Met de ontsluiting bij Weert en het ontlast de kleinere dorpen. Dus dat blijft prettig wonen. En ook dat is een hele belangrijke waarde voor de regio. Hoe kun je nou infrastructuur koppelen aan kennis? Ja, dat is heel belangrijk, want met infrastructuur alleen ben je er niet. Kennis heeft minimaal 2 lagen. Wat wij als Rabobank Weertelanden en Kranendonk doen, is jaarlijks vele onderzoeken om feiten op te halen die tot kennis leiden, die tot informatie leiden. En die reiken we aan de omgeving aan overheden, aan het bedrijfsleven, aan vertegenwoordigende instanties. De tweede is dat Brainport 2020 geschreven is, een visie, die aangeeft wat je zou moeten doen om gebruik te maken van al die kwaliteiten. Welke ontwikkelingen moet je stimuleren als bedrijfsleven, als onderwijs, als overheid, om uiteindelijk vanuit kennis, visie, inzicht een koppeling te krijgen met de kwaliteiten die dit gebied min of meer vanzelf heeft.